de meest meedogenloze race denkbaar. Er zijn ergens tussen de 60 en 300 miljoen deelnemers. De organisatoren weten het zelf niet precies. Maar enkel de winnaar leeft verder. De anderen sterven door uitputting. Dit is de vagina. Hier begint het slagveld. De zaadcellen moeten via de baarmoeder in de eileider geraken. Voor hen een tocht vergelijkbaar met een reis van de aarde naar de maan. In de baarmoederhals beschermen slijmerige enzymen de doorgang. Er vallen miljoenen slachtoffers. Maar er is geen houden aan. Race is race. En masse stromen ze de baarmoeder in. Het is niet gedaan. Ze zoeken de eileider. Ook hier vallen velen stil. Ze zijn niet beweeglijk genoeg of ze raken de weg kwijt in de plooien van de baarmoederwand. En er is haast bij. 24 uur na de eisprong sterft de eicel af. Daar is de eileider. In de eileider worden de overlevenden eindelijk wat geholpen. Trilhaartjes stuwen de zaadcellen verder richting eicel. Er zijn duizenden vibraties nodig om één cel 1 centimeter verder te krijgen. Daar is ze, de eicel. Aan het eind van hun krachten, maar vol overgave, bestormen ze het fort. Ze zijn nog met een paar honderd en ze zoeken zich een weg naar binnen. De buitenste schil van de eicel is al moeilijk te doorbreken, maar vooral de binnenste schil is onmogelijk. Ze is enkel open te krijgen met een enzyme dat de zaadcellen onderweg in de baarmoeder meekregen. Er is een winnaar. De elektrische lading rond de eicel verandert. Niemand kan nog door. De eicel is bevrucht. Zo deelde de bevruchte eicel zich een eerste keer in twee identieke cellen. Ze heeft zich daarna verder gedeeld in 4, 8, 16 cellen, maar is niet groter geworden. Een hormonaal signaal heeft haar aan het rollen gebracht. Vier dagen later heeft ze de baarmoeder bereikt. Ze verloor er haar vlies. Klaar om zich in te nestelen. De eicel heeft zich al lang ingenesteld in het slijmvlies van de baarmoeder. Na een paar dagen is de moederkoek gevormd. Een vlokkige massa die dezelfde genetische informatie heeft als de bevruchte eicel. Na 12 weken is het dan ook mogelijk om door een vlokkentest van de moederkoek genetische afwijkingen op te sporen. Dagen na de bevruchting begint het hoopje cellen zich echt te ontwikkelen. De twee primitieve hersenhelften sluiten zich. Het ruggenmerg, de zenuwen en de organen krijgen vorm. Vier weken heeft het kind de vorm van een komma. In dit stadium verschilt het menselijk embryo niet veel van vissen, reptielen of vogels. Het heeft een dikke kop, een ronde rug en lange staart. Uit één cel hebben zich heel verschillende weefsels gevormd. Na 22 dagen beginnen de hartcellen samen te trekken. Eerst nog wat onsamenhangend, maar al vlug klopt het hart als één geheel, snel en ritmisch. Er is nog geen bloed, maar de pomp pompt al. Langs de bloedvaten in de navelstreng komt voedsel en zuurstof binnen en worden afvalstoffen afgevoerd.
Het embryo groeit spectaculair. Tussen de vierde en zesde week vermenigvuldigt het gewicht 100.000 keer. Het is zelfs dan nog niet groter dan een knikker, maar het blijft groeien. Aan het eind van de eerste maand ontstaan allerlei knoppen in het weefsel. Uit die knoppen groeien bekende organen en ledematen. De armen beginnen als vinnen en het hoofd van dit wezen is nog steeds 2 maal groter dan het lichaam. Maar het is een beginnende mens. In de tweede maand vormt het gezicht zich. Een bovenste knop ontwikkelt de ogen, de neus en het voorhoofd. 2 andere knoppen groeien samen tot de bovenlip en het verhemelte. Een onderste knop vormt de kin, de onderlip en de wangen. Alle belangrijke fysiologische systemen functioneren al, maar het embryo voelt of hoort nog niets. Zijn zintuigen en hersenen zijn nog niet groot genoeg om prikkels te ontcijferen. Minuscuul klein, maar meer en meer herkenbaar. Alles groeit erop, erin en eraan. Het lijkt een mensje. Een heel fijn, breekbaar mensje. Het is er nog maar 2 maanden.